We kijken naar de resultatenbegroting. En de resultatenbegroting, de naam zegt het al, omdat het een begroting is, is het een verwachting. En je bent natuurlijk op zoek naar resultaat. En het resultaat bij een bedrijf is winst of verlies. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan kun je in principe dezelfde manier hanteren als die je gaat gebruiken bij het bepalen van de winst. Maar nogmaals, het is een verwachting. Nou, je kan het best aan de hand van een formule of schema de berekening erbij noteren. Nou, wat is hetgeen wat je moet doen? Je kijkt in eerste instantie naar de verwachte omzet. Omdat het een voorspelling is, weet je natuurlijk nog niet of dat daar uiteindelijk op zal uitdraaien. Want het blijft een verwachting. Je hebt natuurlijk nog geen zekerheden. Dus we gaan alles met verwachting doen. Dan haal je ervan af de inkoopwaarde. Inkoopwaarde van de verkochte goederen, of in ieder geval de inkoopwaarde van de omzet. Dat haal je er dus van af. Dus ik maak er even een minnetje van. En dan heb je de verwachte bruto winst. Dus de verwachte omzet min de verwachte inkoopwaarde van de omzet. Of de verwachte verkoopwaarde. De inkoopwaarde van de verwachte verkoopwaarde. En vervolgens haal je er alle verwachte bedrijfskosten vanaf. Min de verwachte bedrijfskosten. En dan heb je de verwachte het verwachte resultaat. En dat kan, zoals ik al eerder zei, zijn winst of verlies. En dat is eigenlijk de formule of het schema wat erbij hoort. En let op, alles is op basis van een verwachting. Nou, je gaat dus vooraf kijken of je bedrijf ook rendabel is. Kan zijn. Nou, wat zijn de bedrijfskosten? Je kunt denken aan loonkosten, je kunt denken aan afschrijvingskosten. Je hebt allerlei soorten kosten die je, waar je rekening mee moet houden. Gelukkig kun je vooraf goed inschatten of dat wel of niet haalbaar zal zijn. Dus je kunt redelijk inschatten of je qua verwachting goed zit. En vaak noemen ze dit ook wel het verwachte netto resultaat en als je steeds verwachte weggaat kun je ook zeggen dit is de netto winst en je kunt ook zeggen als het tegenvalt dit is een netto verlies en houd steeds rekening met verwachte. Want het is iets wat je vooraf maakt. Goed, de resultatenbegroting. Je gaat op zoek naar winst. En als het tegenvalt heb je verlies. Het is een begroting, dus je maakt het vooraf. En dat geeft dus nog geen zekerheid. Nou, er is een compleet schema voor wat in principe altijd werkt. Wat moet je daarbij doen? Je pakt de verwachte omzet, dus je gaat inschatten hoeveel je gaat verkopen voor welke prijs. Je haalt er de inkoopwaarde van af, dus voor hoeveel jij de goederen hebt ingekocht. Dan haal je alle bedrijfskosten er nog af en dan heb je het verwachte netto resultaat. En je ziet, we gaan van bruto naar netto. Het onderste wat eruit komt kan ook dus netto winst zijn, verwacht natuurlijk, of netto verlies. En dat is in principe alles over de resultatenbegroting.